Het KNMI gaf voor vandaag voor de provincie Noord-Holland en Utrecht code oranje af. Sinds zondagavond is er zo'n 150 milliliter regen gevallen. Dat valt er normaal in 2 maanden. In de bibliotheek van Meidrecht kwam het water door het dak heen zetten. De brandweer schoot daar te hulp om te zorgen dat het water via de normale manier werd afgevoerd. Hulp was er ook nodig bij een bedrijf aan de Herenweg in Wilnis. Daar liep de kelder vol met water. Het water is door de brandweermannen weggepompt. Parkeergarages en straten liepen vol met water. De gemeente plaatste afzettingen op wegen waar het gevaarlijk werd, zoals op de Heulweg in Vinkeveen en het Amstelplein in Uithoorn. Op de Tromplaan spoelden putdeksels weg. Ook daar heeft de gemeente ingegrepen.